Rond middernacht werd de auto in brand gestoken en dat zorgde voor een hoop rook. De auto brandde helemaal uit. Vorige week riep burgemeester Naterop de inwoners van Veluwe op om dit jaar niet op het kruispunt in het centrum te stoken. In plaats daarvan komt er vannacht een groot vreugdevuur aan de rand van het dorp. Maar niet iedereen blijkt dus naar die oproep te luisteren. Even verderop werd er op de weg tussen Wijk en Aalburg en Genderen een aanhangwagen met afval in brand gestoken.